Hallo allemaal en welkom bij Doe Het Zelf Ideeën. Ik heb vandaag een nieuwe video voor jullie en hier laat ik een super mooi groot driehoeksdoek laten zien. Hier twee bollen wol voor gebruikt. Die heb ik parallel gehaakt en een super leuke rood-roze toon. Erg mooie kleur met een leuk patroon zoals je dus ziet en erg makkelijk te haken, waardoor je dit luchtige patroon krijgt. Ik heb hiervoor voor het patroon heb ik stokjes en een losse steken gebruikt. Heel snel en makkelijk dus. En hoe ik dat heb gedaan en met welke materialen laat ik jullie natuurlijk nu zien. Zo, daar gaan we dan met deze superleuke bolle wol van Rico Design. Direct twee bolle wol, zoals ik had al gezegd. De Creative Soft Wool van Rico Design dus. En deze superleuke kleur. Dit is dus één bol wol met 100 gram en 300 meter lang. Gemaakt van 75% acryl en 25% wol. Ik heb nu dus met twee bollen wol 200 gram aan wol en nog steeds wel 300 meter lang. Verder is het geschikt voor naalddikte 5, maar als ze samen haken, wordt het dus gehaakt met naalddikte 9. Ik heb dat al een keer gedaan en dat functioneert erg goed. De kleur is dus super leuk. Het is dus een beetje rood-roze, vooral met de achtergrond die erg mooi contrast. Het is dus een soort koraaltoon en ik ga dus beginnen met het binnen een stukje eruit te halen en met zelf te haken. En dan gaan we aan de slag. Zo. Ik heb nu dus het binnenste van de bollenwol eruit gehaald en de draden heb ik dus nu naast elkaar neergelegd. En ik heb hier dus naalddikte 9 bij me. En hier zo gaan we dus beginnen met een strik. Zo. En dan gaan we dus beginnen met het driehoeksdoek met het eerste hoekje. En dat is met 6 losse steken. 2, 3, 4, 5, 6. En dan hier zie je ook heel mooi dat het al mooi groot wordt. En dan gaan we dus nu beginnen met het eerste stokje straks. En dat is dus hier zo in de vierde steken we in. Dat betekent dus dat je de derde vanaf het begin, dat is met vanaf welke kant je telt. Dus 3. Zo. En dan hier 1, 2, 3, 4. Zo. Steken we hier zo in. Halen we dus netjes de bol doorheen. En heb je dus hier nog 2 over aan de onderkant. En dan maken we dus hier zo een stokje. Maken we een omslag en gaan we in de volgende losse steek van de losse steekketting in. En weer een stokje haken. Zo. En dan gaan we in de laatste steken we in met een omslag natuurlijk van tevoren. En dan het stokje. Zo. Hier is ook dus mijn eerste pakketje klaar voor de punt van de eerste driehoek. Dat betekent dus 6 losse steken. En daarvoor hebben we dus hier zo... In de vierde steek heb ik 1 stokje, 2 en nog 2 stokjes. En dan heb ik dus hier zo'n pakketje. Hier is dus 3 losse steken die omhoog gaan en dan 3 stokjes. Zo, dan gaan we dus nu verder. En dat betekent dat we nu natuurlijk groter moeten maken, want het is natuurlijk een driehoek. Dat betekent dus nu 2 pakketjes. Dat betekent dus dat we eerst zo weer 6 losse steken maken. 5 en dan nog de 6e. Even goed tellen natuurlijk. Zo, dan draaien we de boel om. En dan gaan we hier dus weer in. Doen we dus precies hetzelfde als voorheen. En dan steken we dus hier zo gaan we in de 4e in. Hier zo is dat. Zo. En dan een stokje haken. Dan steken we in de volgende in. In de 5e dus. Voor nog een stokje. En dan in de laatste... Zo, voor nog een stokje. Zo, en wat je dus moet oppassen dat je hier dus ook kunt zien, is dat je dus met 2 draden op de naald, heb je dus de kans dat je af en toe een keer verliest. Dat betekent dat je goed in de gaten moet houden, dat je niet op een gegeven moment nog maar 1 draad hebt, midden in het stokje bijvoorbeeld. Soms ook een beetje lastig. Hier zo dus in de 6e steek. Zo, en dan nemen we de 2 draden, alle 2 door voor het stokje. Die nemen we mee. Zo. En dan maken we nu natuurlijk de bol aan elkaar vast. Nu valt het dus heel mooi zo in. Hier heb ik dus een losse stekenketting van het begin. En daar steek ik in. Zo, met een halve vaste steek, zodat het even samen vast zit. Zo, hier heb ik dus het eerste pakketje, hier het tweede. En dan komt natuurlijk hier in de hoek het derde. Hier neem ik dus geen 6 losse steken, maar 3. Heb ik al mooie hoogte. En dan steek ik hier omheen om de losse stekenketting van de voorgaande... Ja, pakketje. Telkens maak ik dus een stokje. Zo heb ik dus al die pakketje van de eerste keer voor de 3 losse steken en dan 3 stokjes om het pakketje compleet te maken.
erg snel en eenvoudig. Nu de draad is weer verloren, wat je dus regelmatig kunt hebben. Dat is een beetje het gevaar. En dan hier nog het laatste stokje. En daarmee is dus het tweede rij klaar met twee pakketjes. En er begint al een driehoekje te ontstaan. Dan ga ik verder met de volgende rij. En daarvoor heb ik dus wel 6 losse steken nodig. 3, 4, 5 en 6. Zo, dan draaien we de boel om. En dan gaan we weer in op de vierde. Dus nu beginnen we weer zoals gewoon normaal. Zo, voor een stokje. Dan gaan we in de vijfde in. Voor nog een stokje. Zo. En dan in de zesde voor het derde stokje. En dus hebben we dus weer het pakketje van 3 stokjes en een losse stekenketting. Zo. En daarmee is dus het eerste pakketje klaar. En nu doe je dus weer, hier zo heb je dus hier aan 1 hoek. En nu bevestigen we dus hier aan de volgende hoek. Dat doen we dus hier zo dus weer om de losse stekenketting van de voorgaande pakketje. Met een vaste steek. En gaan we verder met 3 losse steken. En dan gaan we weer hier omheen, om de losse stekenketting. Gaan we dus weer met 3 stokjes. Dat is dus super makkelijk. En dat gaat eigenlijk ook best wel heel snel. Het moeilijke vind ik altijd met een dubbele draad in die kleine steken te haken bij het eerste dus. En daarnaast eigenlijk heel makkelijk. Hier dus verbinden met een halfvaste steek. En gaan we weer met losse steken van 3. En dan weer 3 stokjes. Hier heb ik dus weer een losse steekketting waar je dus heel gemakkelijk omheen kan steken. Zo. Dus nu zo is het dus met de oriëntering alleen het begin even lastig. Dat je eventjes zelf 6 losse steken moet maken en daarin moet steken met die dubbele draad. Maar daarna is het eigenlijk heel eenvoudig en kun je dus heel gemakkelijk om de losse stekenketting van het voorgaande pakketje omgaan met de stokjes. Het driehoekje wordt steeds groter met 3. De derde rij heeft dus 3 pakketjes. En hier zo dus 1 pakketje, hier 2 en dan nu 3. En dan straks in de 4 heb ik 4, in de 5 heb ik de 5. En dan zo kun je dus telkens heel gemakkelijk verhogen en vergroten. Ik zal nog 1 keer de 4e rij laten zien. Zo. En zo gaat het dus gewoon telkens verder over de hele bollenbol. Zo, 6 losse steken heb ik dus gemaakt. En dan ga ik dus terug in de 4e. En daarvoor dus een stokje. Dan ga ik steken in de 5e. Met een stokje. Zo. En dan voor het derde stokje in de laatste en 6e steek voor een stokje. Zo. Zo. Dan ga ik dus weer hier omheen met een halfvaste steek. En dan gaan we weer verder zo. En dan weer 3 losse steken. 2, 3. En dan gaan we dus hier weer omheen voor 2 stokjes. 1, 2e stokje. En dan het derde stokje. Zo. Gaan we weer op zoek naar de volgende. Halen we weer omheen met een halfvaste steek. 1, 2, 3. En dan weer 3 stokjes om de losse steekketting. Dus hier gewoon omheen voor het eerste stokje. En omheen voor het tweede stokje. En dan nog even het derde stokje. En dan zoek je weer de volgende losse steekketting om. Voor een halfvaste steek om de boel te verbinden. 1, 2, 3 losse steken. En dan weer om af te sluiten 3 stokjes voor het laatste pakketje. En dan heb ik dus 4 pakketjes gehaakt voor de 4e rij. Ondertussen haal je natuurlijk telkens wat wol op. Zo. En nog een stokje. En dan hebben we dus ook de 4e rij klaar. Nu zie je dus dat het steeds sneller gaat. En kun je dus telkens wisselen. Je begint dus telkens met 6 losse steken. En dan ga je in de 4e terug om 3 stokjes te haken. En dan is het heel simpel. Telkens met 3 losse steken om de losse steken heen van het voorgaande pakketje. Om dan telkens die 3 stokjes te maken. En dan krijg je telkens dezelfde pakketjes. En dan hebben we dus hier zo heel mooi hetzelfde patroon over de hele bolle wol. En nu wisselt zich heel mooi af met deze leuke. Het is nu bijna groter dan mijn hand, dus het gaat erg snel. Het is erg makkelijk. In veel rijen, in een paar rijen heb je dus heel wat, een hele sjaal gemaakt. Ik laat jullie straks even een tussenresultaat zien. En dan zie ik jullie ook bij wanneer de sjaal helemaal klaar is. Dus dan zie ik jullie zo.
Zo, hier zijn we dan. Je hebt het tussenresultaat binnen tussendoor even gezien. En ik heb nu een hele mooie grote gekregen met mijn aan. Ik ben nog niet helemaal klaar. Ik heb dit stuk nog helemaal over. Het is nu al een stukje dunner. Maar ik ben dus hier zo, word ik nog even verder hakken. Zo, nu heb je 2 maal het tussenresultaat gezien, maar ondertussen ben ik echt bijna klaar. 2 bollen wol zijn dus bijna op. Ik heb dus in ieder geval niet meer genoeg dat ik nog een hele rij kan maken. Dus ik heb hier nog 2 kleine stokjes om te haken en dan is het helemaal af. Zo, het hou even in de gaten dat je nog wel genoeg hebt om de laatste rij te maken, want de rijen worden steeds langer uiteraard. Ik ben nu dus helemaal klaar en dan trek ik het even door. Deze trek ik even groot. En dan heb ik hem ook al wat afgeknipt, zodat hij iets korter is. En ik heb hem hier zo mooi even strak getrokken. Dit is dan dus de einddraad. En praktisch gezien heb ik dus ook een eind- en een begindraad. Eigenlijk 2 van 2 draden, dus 4 draden om te vernaaien. Hier heb je dus de begindraad en de einddraad. En daarmee, als die vernaaid zijn, is die helemaal klaar. Klaar om gedraagd te worden dus. Hier heb je dus heel leuk met het boogjespatroon en het onderkant. En aan de 2 andere kanten van de driehoek zijn dus mooi recht. Ziet er erg mooi uit, lekker warm, maar toch lekker luchtig. Super leuk patroon met een mooie kleur. Ik hoop jullie deze video leuk vonden. Zo ja, laat dan een blauw duimpje omhoog achter. Wil je weten hoe je andere dingen breidt en haakt? Neem een kijkje op mijn kanaal en abonneer gratis om altijd op de hoogte te blijven van nieuwe video's. Tot de volgende keer. Tot dan.